kijkt u naar uw Flevoland partijgenoot die er na 3 maanden mee gestopt is? Ja, je moet er echt bij het bestuur zijn. Dit is een Flevolandse kwestie. Ja, ik ga daar als fractie niet over. Ik vind het wel heel lastig. Wat vindt u ervan dat hij nu in plaats van een half jaar, maar nu 2 jaar wachtgeld krijgt? Nou ja, krijgt. Hij gaat op zoek naar een baan. Dus of hij 2 jaar krijgt, dat is nog maar de vraag. Want als hij een baan heeft, dan stopt het wachtgeld. Maar hij heeft er wel recht op. Dus als hij geen baan vindt, dan krijgt hij 2 jaar. Ja. Kijk, en ik denk dat we misschien moeten kijken naar de wachtgeldregeling in het algemeen. Omdat ik denk, het is nu zo, als je 3 maanden zit, heb je recht op 2 jaar wachtgeld. Is dat wenselijk? Vindt u het wenselijk? Ik zou het zelf niet doen. Maar uw partijgenoot krijgt het nu wel? Ja, maar ik ga niet over andere mensen. Als we zeggen van, nou, iemand mag nooit meer wachtgeld krijgen, weet je, als je ontslag neemt, dan heb je pech, dan gaat er nooit meer iemand in de politiek. Want mensen zeggen daar of een bedrijf voor op, of een baan voor op. Dus ik vind dat we die discussie wel afgewogen moeten voeren. Maar laat onverlet dat ik, als ik naar de regeling gewoon in het algemeen kijk, als je 3 maanden ergens hebt gezeten en dat je dan in dit geval 2 jaar wachtgeld krijgt, ja, dat vind ik wel een beetje buiten proporties. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.